Joseph Lagast, een priester van 90, is de biechtvader van Roger van Geluwe. Met dat nieuws pakt het weekblad Humo vandaag uit. De man gaf vroeger les aan Van Geluwe en ze hebben een nauwe band, zegt journalist Jan Antonissen van Humo. Ik weet zeker dat er nog altijd een heel hecht contact bestaat tussen Lagast en Van Geluwe. Het beste bewijs is dat bij de wijding van Van Geluwe tot bisschop, zijn moment de gloire, dat Lagast aan zijn rechterhand zat. Dus dat is niet gelijk wie, dus dat is iemand die belangrijk is voor Van Geluwe in zijn leven. Lagast werd later hulppastoor in Aalbeke. Als we hem bellen, geeft hij toe dat hij Van Geluwe heeft gekend, maar hij ontkent zijn biechtvader te zijn. Of dat ik de biechtvader geweest ben van Roger van Geluwe, is dat de vraag? Dat is de vraag. Nee. Dat wordt beweerd in Humo. Ik hoorde dat ook zeggen. Het is schandalig genoeg. Maar u kent monseigneur Van Geluwe wel? Ik ken zeer goed. Ik ken zeer goed en ken gekend als ik professor was in Roeselaar. En er zou nog meer aan de hand zijn. De twee zouden in de jaren 60 misdienaars misbruikt hebben tijdens een sportkamp. Een kamp waarop Van Geluwe en Lagast aanwezig waren. En twee jongens, zouden 's nachts niet bij de andere kinderen hebben geslapen, maar zouden de nacht hebben doorgebracht in de vertrekken van de twee priesters. En daarover is een klacht ingediend. De federale politie, die vorige week de klacht binnenkreeg, onderzoekt de zaak. Lagast zegt dat hij er niets mee te maken heeft.